Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben vandaag weer met Sabrina. Hi, dat is lang geleden. Ja, dat is best wel lang geleden. We hebben elkaar echt al een maand niet gezien. Nee. In ieder geval, we zijn vandaag weer samen. Mm-hmm. En we gaan vandaag een mukbang opnemen. We hebben pizza besteld. We wilden eigenlijk sushi. Maar sushi wilde pas bezorgen vanaf 4 uur. Het is nu 10 voor 1 en we hadden honger. En we dachten, ja, gaan we niet op wachten natuurlijk. Ik heb hier super veel zin in. Ik ook. Wat heb jij? Ik heb gewoon een pizza margarita genomen. Beetje saai wel, maar... ja, ik had daar niet zoveel zin in. En ik had niet zoveel zin in echt een hele overdreven pizza. Nee, en ik heb een chicken supreme-achtig iets. Dus met kip, tomaat volgens mij en nog wat andere dingen. Nice. Maar het ziet er heel kleurrijk uit. Oh, ik heb er zoveel zin in, hè. Ik hou zo van pizza. Ik heb vorige week eigenlijk ook al 2 keer pizza gegeten, maar... Maakt niks uit. Zullen we gewoon even... Ja, we gaan beginnen. Oké. Okay. Zullen we proosten met pizza? Ja. Yes. Weet je hoe vaak ik mijn mond verbrand aan pizza? Zo vaak maar niet. Ja, hij is niet zo mega heet. Het lijkt me leuk om je wat vragen te stellen. Dan gewoon. Alleen mij? Ja, of ons? welk woord gebruik je echt te vaak? Weet jij hem? Van mij? Van jou, ik weet het echt nu. Ik heb laatst echt heel erg een stom woord. Ik denk als ik het zeg, denk je, oh ja. Zeg hem. Kapot. Kapot leuk. Oh ja, grappig. Maar je had ook iets in New York, zei je ook niet heel vaak. En dan nam ik het over, maar ik weet niet meer wat het was. Ik weet het ook niet meer. Maar nu zeg ik echt heel vaak, oh, ik vind het echt kapot grappig. Kapot leuk. Wat zeg ik nu? Trouwens, kijk even hoe chill dit is. Ik heb echt zo'n mega grote fles gekocht bij de Primark. En er zit gewoon 1 liter water. Ik heb een woord gevonden, chill. Ik zeg altijd, oh, vet chill. Nice. Chill. Maar als jullie mijn video's kijken, dan... merk je ook wat voor woorden ik heel vaak gebruik. Maar dat klopt inderdaad wel. Jij zegt heel vaak chill inderdaad. Ja, ik vind het echt chill. Ik ga deze vraag even vervormen, want het is wat is je favoriete film? Maar wat is je favoriete musical? In ieder geval. Leuk verhaal. Sabrina en ik zijn in New York naar Anastasia geweest. Nou, dat is dus echt op dit moment echt mijn favoriete musical geworden. Terwijl ik dat van tevoren niet had verwacht. Mm-hmm. Dat weet je. Ik zat nog zo te twijfelen van... Ja, ik weet eigenlijk niet of ik het leuk ga vinden. Maar hè. Mm-hmm. Weet je, het was voor Sabrina ook gewoon een van de leukere voorstellingen. Want mm-hmm. Ik ben niet mega grote muziek. Sabrina moet ik niet mee gaan nemen, denk ik, naar de Phantom of the Opera. Nee, ja, nee, dan zal het wel mooi vinden. Maar niet dat je denkt van wow. Ja, wow. Inderdaad. Ik denk dat ik er wel van zou genieten. Maar niet dat ik dacht wauw. Ja, precies. Zo. Het is gewoon net even te zwaar. Dus toen zijn we naar Anastasia gegaan. En... ik ben gewoon helemaal verliefd geworden op deze voorstelling. Ik kan niet stoppen. Ik ken het hele album al in mijn hoofd. En oprecht is Anastasia ook gewoon mijn droomrol geworden. Ik vind dat... zou ik echt graag willen spelen. Dus dat is wel heel leuk, ja. En ik wil ook favoriete film beantwoorden. Ja, favoriete film. Maar dat vind ik eigenlijk wel moeilijk. Ik heb die shades. Ja, jij vindt die shades inderdaad. Nee, ik hou heel erg van horrorfilms. Maar ja, ik weet niet. Ik zeg nu wel. Ik wil het beantwoorden. Maar ik weet eigenlijk niet eens wat mijn favoriete film is. Wat is je minst favoriete film? Die kan ik wel beantwoorden. De Emoji film. Ik was daar naartoe geweest. En ik vond het echt verschrikkelijk. Het is wel een kinderfilm, maar ik vind heel veel kinderfilms heel leuk. Mm-hmm. Maar die vond ik echt verschrikkelijk. Ik weet het wel. Stop. Je favoriete of je minst favoriete? Mijn minst favoriete. La La Land. Wat er? Want die heb ik nog even gezien. Nou, ik zal het even inhouden. Wat een stomme film zeg. Die heb ik echt na 20 minuten uitgezet. Wat is je guilty pleasure op het gebied van televisie of ja, series of iets? Wat? House of Noobies! Dat is echt mijn guilty pleasure. Ja, ik... Ja. Oh, en trouwens überhaupt Zep, Spangas, Brugglas. Nee, jawel, ik kijk dat echt wel hoor. Echt, dat vind ik echt, dat is echt mijn guilty pleasure geluk. Ja, mijn guilty pleasure is gewoon wel een beetje Nickelodeon. Mm-hmm. Of Barbie. Ik weet niet waarom, maar ik heb echt soms mijn Barbie momenten en dan wil ik Barbie kijken. Ja, dat is wel echt leuk. Vroeger had jij ook niet dat als je vroeger een Barbie keek... En ik speelde zelf ook heel veel met Barbies. Mm-hmm. Dat ik echt dacht, waarom kan ik dit gewoon niet namaken met mijn Barbies? Weet je, dan gingen ze zwemmen en zo en dat soort dingen. Ik wilde ook het in real life, ja, ik wilde het gewoon echt kunnen spelen zo, zeg maar. Maar ja. Wat was je eerste e-mailadres? Mijne was drama-queen-98. Ik weet niet waarom, maar die weet ik gewoon. Ja, heb ik waarschijnlijk wel eens verteld hoor. Ja. Echt, alles was voor mij altijd drama queen. Ik had ook een ketting met drama queen erop. Dat wist ik ook. Ik weet niet of dit mijn allereerste was, maar wat ik me kan herinneren van, zeg maar, MSN-tijd, was of meisje ik Sabrina. Nee, deze e-mailadres gebruik ik niet meer. Of Sabri-kus-achtig iets. Ja, oh en nu heb ik gewoon, is mijn zakelijke e-mailadres Sabrina.poetrie. Leuker. Zal ik me wel meenemen? Ja.
Ik probeer ook altijd extra netjes te eten tijdens mijn Sorry. Ik vreet gewoon lekker alles naar binnen. Ja, dan hoort het ook maar. Wat is je favoriete dag van het jaar? Mijn verjaardag? Ja, dat moet ik dan ook zeggen. Maar dat is niet eens per se mijn favoriet, denk ik hoor. Nee, ik kan niet echt een specifieke dag opnoemen. Favoriete emoji of ja, de emoji die je altijd gebruikt? Even mijn telefoon kijken. Ik sowieso die, ja, hoe noem je die emoji? De ene zegt de pedoface emoji, de andere furry emoji. Oh, die, je bedoelt die knipoog, knipoogachtige? Ja. Maar niet echt een knipoog. Ja, ja, gewoon pedoface emoji. Ja, ik weet het. Ik zet het in beeld. Ja, maar die gebruik ik heel vaak. Maar ik gebruik nu ook tegenwoordig heel veel die glinsterende sterretjes. Ja, die zijn leuk, hè? Die gebruik en hetgene hartje, die combinatie vind ik ook wel leuk. Ja, vind ik ook leuk. Mijn favoriet is deze. Zeg maar die dom, ja, met het knipoogje. Ja, die gebruik ik heel vaak als ik een grapje maak of zo. Het licht is nu wel echt mooi. Net alsof het zomer is, maar het regent gewoon buiten. Ben je meer een persoon die series leuk vindt of films? Toch wel series, denk ik. Ik ben wel echt een seriekijker. Ik heb echt ook al heel veel gezien. Ik wil trouwens even een foto van pizza. Ik stik. Gaat goed. Stik voorzichtig, meid. Ik weet niet, soms ben ik ongeduldig als ik films kijk, want dan wil ik gezond. Gelijk zeg maar, het eind zien. Maar ik hou wel van series, maar meer de series die op zichzelf zijn. Dus zeg maar een How I Met Your Mother. Oh ja, kijk, Your dat Girl. Soort series kijk ik dus weer. Dat vind ik juist leuk. Maar ik zeg maar, als ik één aflevering zie van een serie, bijvoorbeeld een Riverdale, wil ik gelijk alles weten. Oh echt? Nee, ja, ik heb dat wel wat minder. Maar dan How I Met Your Mother bijvoorbeeld, dat vind ik dan weer echt helemaal niet leuk. Net als Friends, vind ik ook niet leuk. Friends heb ik nog nooit gezien. Ja. Vis of vlees? Vis. Oh, moet ik kiezen. Ook vis. Ik ben dan eerder een viseter. Nou, ik moet zeggen, kijk, ik ben niet vegetarisch. Ik denk ook niet dat ik ooit vegetarisch ga worden. Ik zou het wel echt, diep in mijn hart zou ik het willen. Omdat ik vind het wel echt iets goeds of zo. Mm. Maar ik eet wel heel weinig vlees. Ik ook. Ik eet ook, als ik al vlees eet, vlees, is het vaak vegetarisch gewoon. Van al het vlees wat er is, ik dacht dat ik best wel wat vlees at. Maar eigenlijk eet ik best wel weinig vlees. Ik eet af en toe heel veel kip. Ja, dat wel, ja. Jij eet wel veel kip. Mm. Het is niet dat ik heel veel gehakt of zo eet. Of biefstuk, of rundervinken, whatever. Nee, als ik vlees eet, dan is het of kip of gehakt. Maar vis eet ik wel. Mm. Ik vind het echt zo lekker. Oh. Ik geniet hier echt van. Ik ook. Mm. Ben jij een goede voorlezer? Ik niet. Nou, waarom niet? Op de basisschool zo, als je moest voorlezen. Oh, ik vond dat verschrikkelijk. Echt... Maar ik denk dat iedereen dat verschrikkelijk vindt. Want iedereen kijkt naar je, iedereen let op je. Mm-hmm. Nou, ik denk dat niemand dat echt leuk vindt hoor. Spreek je hier weer? Ik vind het verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Was je goed op school? Ik was een hele brave leerling die altijd mijn huiswerk maakte. En best wel... goede cijfers haalde. Dus ja, ik was goed op school. Ik was wel op zich een hele goede leerling. Als in, ik leerde wel veel en goed. Ik maakte heel vaak echt samenvattingen. En ik was er wel altijd echt best wel goed mee bezig. Ik hoorde ook echt vaak van klasgenoten van... Jezus, Pam, ben je nu al begonnen met leren? Alleen aan de andere kant moet ik ook wel zeggen dat... Stel, ik zou dat niet doen, dan haal ik ook echt slechte cijfers. Dat had ik ook, ja. Ik had ook echt wel eens dat ik dan echt wel heel goed had geleerd en heel lang. Maar dat ik dan gewoon alsnog net een 6 haalde. Of een 6,5. Dus ik was niet per se... Ik moest er wel echt wat voor doen. Ja, dat had wilde ik ook. Goede cijfers halen. Dat had ik ook, hoor. Ik kon wel... Ik weet niet, ja, daarom zat ik ook zo te twijfelen. Want ik ben wel ook iemand geweest... Ik kwam ook wel eens gewoon niet op school. Of dan ging ik gewoon spijbelen. Ging ik gewoon een lesje eerder weg. Oeh. En dat soort dingen. Ja, maar dat was... Ik ja, weet niet, bij mij op geweest. School was dat... Ja, ik weet niet, man. Vooral in de laatste jaar, dan was het echt zo van, we waren er allemaal zo klaar mee. En ja, wat dat betreft ben ik echt niet altijd even goede leerling geweest hoor. Ik nee, ik ben altijd heel braaf mee. Ik heb ook echt wel gespijbeld, echt waar. Nog nooit gedaan. Ja, ik wel, met mijn vriendinnen. Met wie WhatsApp je het meest? Jezus zeg, wat nou als dit nu mijn lover is, met wie ik heel veel app? Ik wil het helemaal niet vertellen aan jullie. Nee, ik hoop maar dat ik niet mag vertellen. Nee, nee, helaas. Ik app denk ik eigenlijk het meest met mijn vooropleidingsklas in de groepsapp. En mijn moeder. Ja, ik app sowieso niet heel veel. Ik ben echt een Snapchatter. Ik snapchat echt geen apper. Ja. Ik app met mijn vriend, ik app met mijn huisgenoot. Wie van hij wil je eten? Ja. Nu staan we bovenaan. Ja, die zijn echt letterlijk twee bovenaan. Ik ben wel echt Snapchat verslaafd. Ik spam echt mijn vrienden enorm. Ja, toen jij... Sorry. Een wintersport, nou, dan gaan we alles weer afspelen in één keer. Ik zeef het gewoon op. Het maakt niet uit, het maakt helemaal niet uit als mensen het ook doorklikken. Ik snap het helemaal. Ik bedoel, ik stuur zoveel Snapchats. Ik hou gewoon echt van Snapchat. Ik vind dat ook veel persoonlijker. Ja. Ik heb nog nooit zo langzaam een pizza gegeten, zal ik je vertellen. Maar had ik me echt al lang op.
Heb je vaak de tv aan zonder dat je kijkt? Mm-hmm. Ja, ik zit heel vaak met de tv aan, laptop op mijn schoot, telefoon in mijn hand. Ik kan ook gewoon dan de tv aan en dan ondertussen zit ik dan gewoon een YouTube video te kijken. Maar ik moet ook wel zeggen, ik zit vaak nog niet op de bank en dan zit mijn moeder wel tv te kijken en ik zit dan gewoon. Mm. Maar het gebeurt ook wel eens dat ik hem gewoon aan heb en het gewoon op mijn telefoon zit en niet eens aan het kijken ben. Mm. Anders is het zo stil. Ja, inderdaad. Dat vind ik dus ook. Ja. Praat je tegen voorwerpen? Hey pizza, je bent lekker. Nou, ja, wel. Bijvoorbeeld als je fiets niet wil blijven staan, zo sta stil. Zoiets. Ja, tuurlijk. Je doet het denk ik vanuit jezelf wel eens hoor. Of bijvoorbeeld als ik thee aan het maken ben. Jezus man, schiet er weer op. Weet je wel, als het lang duurt. Ik denk dat je dat automatisch wel doet, maar het is niet echt bewust of zo. Nee. Ben je aardig voor jezelf? Nee. Ja. Oeh, deze is leuk voor jou. Waarin lijk je op je vader? Nou, Heb je even? Ik lijk blijkbaar wel heel erg op mijn vader, want ik hoorde dat van iedereen. Niet per se denk ik heel erg alleen qua uiterlijk, ook wel qua uiterlijk hoor, maar... Het doen en laten. Ons karakter lijkt gewoon op elkaar. Soms haat ik dat eigenlijk, want doordat wij zo erg op elkaar lijken, botsen we ook wel. Mm-hmm. We kunnen ook wel heel goed met elkaar hoor, maar het botst ook echt wel. En ik heb natuurlijk ook gewoon mijn zangtalent. Je talent van hem. Ja, ik vind dat zo stom dat over jezelf te zeggen, maar... Mm-hmm. Ja, heb ik toch ook wel van hem. En ja, ik lijk gewoon in best wel veel dingen op hem. Lijk jij heel erg op je vader? Ik ben gewoon een mix van mijn vader en mijn moeder. Qua karakter heb ik heel veel van mijn moeder. Mm-hmm. Maar ook dat ik weer dingen heb van, oh, zo denkt mijn vader ook. Maar zo denkt mijn moeder ook weer. Nou, dus je hebt een goede mix. We hebben echt een mix. Nou, ik moet zeggen, ik ben dat ook wel hoor. Want qua, ik vind zelf wel dat ik qua, misschien niet qua karakter, maar wel qua doen en laten meer op mijn moeder lijk. Wow. Zon, what the fuck. Hebben we nog een leuke vraag, Sabrina? Ik ga even kijken. Waar ben je het liefst? In mijn bed. Of op een warm strand. Op een strandbedje. Ik wil dat echt. Oh, zodra die eerste zon komt met 20 graden in Nederland. Oh. Ik zweer het, ik ben echt zo'n tata die gewoon gelijk buiten in mijn bikini in de tuin gaat liggen hoor. Ik ben zo'n tata. Als er één zonnetje is en het is warm, dan ga ik gelijk naar buiten. Joh. Maar je bent niet zo iemand die, het is 15 graden en je loopt al in je short. Nou, als het gewoon warm is, doe ik dat hoor. Ik heb daar echt schijt aan. Ik ben echt zo'n Nederlander eigenlijk. Op wat? Oh. Ja, sorry hoor, maar we wachten een hele winter op die zomer. Als die er eenmaal is, dan ga ik er gewoon gelijk van gebruik maken. Wat is je favoriete toetje? Dat ik elke avond na het eten, neem ik een bakje magere yoghurt. Met banaan en chocoladevlokken. Dat is echt mijn toetje. Maar ik hou heel erg van ijs. Dat zou ik het liefst echt elke avond willen eten, maar dat doe ik niet. Eet ik echt gelukkig bijna nooit. Dan zou ik echt dik worden. Ik heb laatst mijn eerste perenijsje van het jaar gegeten. Ik heb zin dat de ijswinkel hier in de buurt weer open gaat. Pizza op. Mijne nog niet. Ik heb er nog één. Hoe oud voel je je? Soms als ik met bepaalde mensen ben die echt 25 plus zijn, dan voel ik me echt ergens in de 20. Maar thuis voel ik me echt een klein kind. Ik voel me echt, ik voel me niet echt per se 19. Want ik vind het ook echt heel gek klinken dat ik 20 word. Want in mijn gevoel was dat, vroeger als kind dacht ik dan echt dat je al kinderen had. En dat je al zwanger kon worden en dat soort dingen. Ja, je kan het kan. Worden, maar ik weet niet, ik voel me denk ik gewoon 18. Ja, ik ben ook, in principe, ik vind 18, 19 niet echt een verschil. Nee. Maar ik voel me niet meer 16, moet ik eerlijk zeggen. Dat is net zo je tienerjaren. Ja, ik vind het ook raar dat ik echt over een paar maanden ook 20 ben. En dan denk ik, maar ik heb ook best wel oudere vrienden, maar ook gewoon een vriend van mijn leeftijd, weet je. Maar dan ben ik bijvoorbeeld met een vriendin van 25, maar dan heb ik ook niet eens door dat ze 25 is. Dan lijkt ze ook gewoon een tiener. Maar ik kan sowieso met heel veel verschillende mensen omgaan. Ik ook. Ik kan ook met meiden van 16 omgaan. Ik ook. Ik heb ook gewoon vriendinnen die zo oud zijn. Dat kan gewoon prima. Dus ik kan me heel erg. Ik kan me gewoon best wel aanpassen aan met wie ik ben, snap je? Ik voel me gewoon alle leeftijden. 80. Nou, soms heb ik wel als mijn hele lichaam vast zit. Dat ik echt. Oh, ik voel me echt oud. Dat mijn lichaam niet mee wil werken, weet je. Nee! Zon is gelijk weg. Ja, dan kom je dat we klaar zijn met eten. Nou ja, doe een duimpje omhoog als je een keer wil dat we weer sushi gaan eten voor de kamer. Ja, gaan we sowieso een keer doen. Op mijn kanaal of Sabrina de kanaal. Een zien kanaal. Jullie wel. Dus abonneer gewoon op ons allebei. Dit was in ieder geval de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Wij vonden het weer heel gezellig. Zeker. En abonneer natuurlijk even op Sabrina. En dan zie ik of we jullie weer bij de volgende video. Doei doei!